wij lopen de Vierdaagse. Zing mee met ons refrein. Ja, wie wilt er even mee, de Vierdaagse? Kom maar mensen. Lekker, gezellig. Ja, hartstikke. Krijgen ons niet klein. Staan we aan de start hier. Ja. Heumensoort maakt zich klaar voor de militairen. Benny Solo zet de studio op zijn kop. En de Vierdaagse in 103 seconden. We hebben eigenlijk wel zo ongeveer alle groepen mensen gehad die iets te maken hebben met de Vierdaagse. Wandelaars, feesters, cateraars. Er is eigenlijk nog maar één groep mensen die we niet behandeld hebben. En dat zijn de militairen. En dus zijn we vandaag op Heumensoord. Fred, we zijn op Heumensoord. Jij bent... Ja, wat ben je hier eigenlijk? Ik ben adjudant Fred Bakker en ik ben de bouwmeester van het kamp. En wij gaan daar 7000 mensen gaan wij hier huisvesten. Zo. En dat huisvesten dat doen we dus omdat we hier alles regelen voor de Vierdaagse. Mm-hmm. En hier komen alle militairen uiteindelijk te slapen. Ja, precies. Nou staan we hier. Het is nu gewoon nog Heumensoord als het bos. Het is nog geen militair gebied. Maar vanaf maandag is het militair gebied, hè? Ja, dat klopt. Aanstaande maandag wordt het inderdaad een militair gebied. Komt er een groot hek omheen. We hebben daar beveiliging op. En dan moet je dus uiteindelijk een pasje hebben om hier binnen te mogen komen. En anders word je in dit geval geweerd voor 2 weken. Zo. Waarom is dat zo streng? Er gebeurt hier toch niks? Nee, dat klopt. Daarom hebben wij deze beveiliging ook. Oké, nou is dit echt een gigantisch terrein. Kun jij eens een beetje schetsen, wat hebben we hier allemaal? Wat we hier hebben is ongeveer 5-6 hectare wat wij gaan bebouwen. Het is best wel klein eigenlijk, want we gaan een populatie van 7000 mensen huisvesten. Ja. En dat is dus uiteindelijk op zo'n klein grondgebied, is best wel klein uiteindelijk. Ja. En wat we allemaal doen is dat we tenten bouwen voor het slapen. We hebben tenten voor de politie, de brandweer. We hebben zelf een geneeskundig centrum waar we eigenlijk kunnen blaren prikken. En we kunnen zelfs tot en met hartfalen kunnen wij hier behandelen. Kun je mij schetsen hoe gaat dat dan? Wanneer begint dat? En in welke volgorde dan? We hebben dus in de aanloopfase hebben we dus allerlei overleggen met gemeentes. Ja. En met natuurmonumenten en met VITENS. En voor het water? Dat is inderdaad voor het water. Uiteindelijk is er een datum dat we gaan beginnen. En dan worden dus de tenten door een maatschappij wordt er hier neergezet. En Defensie doet dan zijn eigen ding en doet dus de bedden er neerzetten, de matrassen en alle zaken die daar omheen zitten. Dat regelt Defensie. Nou zag ik dat die stapel, het was allemaal nog best wel stoffig hier, hè? Het is stoffers, want ze staan inderdaad in het bos, ja. Op zand. En als dan de vrachtwagen heen en weer rijdt om allerlei spullen in de tent te zetten, dan wordt het inderdaad stoffig. Mm-hmm. Wat we wel geregeld hebben is dat we voor die tijd door een schoonmaakteam alle matrassen schoon gaan maken. Aansluitend gaan we lakenpakketten gaan we uitdelen en die kunnen ze dus onder de matras kunnen ze die doen, dat ze toch op een schoon bedje terecht gaan. Ja, precies. En over schoonmaken gesproken, we staan midden in het bos. De eikenprocessierups is natuurlijk echt een gevaar voor, nou volgens mij voor heel Nederland momenteel. Heb je daar hier last van? Een fenomeen is dat, hè? Dus, ja, en wij hebben hier dus ook last van. Wat we ingeregeld hebben, en dat hebben we dus in samenwerking met de gemeente geregeld. Er komt hier een aannemer, komt voor de Vierdaagse komt hij deze kant op. Mm-hmm. En die gaat dus de aangewezen punten gaat dus allemaal weghalen. Dus dat is in de hand voordat wij met onze populatie hier gebruik van gaan maken. Dan zijn hier alle rupsen weg? Dan zijn de rupsen weg, ja. En is op dat gebied ook gewoon veilig hier? Alles is veilig bij ons, ja zeker. Ja, precies. Je gelooft het niet, maar hij is binnen, dames en heren. Ja, nou een fiscaal niet. Wow. Oh, oh, oh. Oh, je hebt die hele goedkope. Ja, natuurlijk. We zitten nu al meteen. Daan heeft de goedkoopste confetti op de kop getikt. Hier heb je jarenlang plezier van. Is dat zo? Ja, want dit is nou precies de confetti die ik nooit mag nemen. Oh, want? Want dan mag ik nooit meer ergens terugkomen.
Dat is echt niet. Dat zijn voor die kleine snippertjes. Het is een soort van afvalconfetti. Oh, is dat het? Nou, de organisatie zal erbij mee zijn. Ik ben blij dat je er bent. Nou, ik vind het hartstikke gezellig, joh. Hoe is het met je? Nou, fantastisch. Ja? Ja, ik zie er ook goed uit, toch? Ik wou het net tegen je zeggen. Je ziet er echt goed uit. Uitgerust en helemaal bijgeslapen van de winterslaap. Ja, is dat zo? Dus, nou, nee, geen winterslaap. Nee, we hebben echt leuke optredens gehad. Maar het is altijd een beetje visueel voorbereiden. Hè, ja, precies. Nee, want als ik op jouw website kijk, dan zie ik dat jij echt wel een hele drukke agenda hebt. Ja, dat was jij. Ja, die ene bezoeker wil jij. Zat jij mijn website te kijken? Ja, zeker weten. Ja, nee, goed. Ik hou het altijd wel bij, de agenda. Maar met de Vierdaagse is het natuurlijk lekker vol. Ja, zeker weten. Wat nog even, Benny. Ja. Jij bent, volgens mij ben jij Nijmegen's party animal nummer 1 ongeveer. We kennen je van de Polonaise achteruit. Tuurlijk, ja. Maar we kennen vooral ook omdat jij al jaren en jaren en jaren tijdens de Vierdaagse feesten op het Hertogplein staat. Ja, misschien wel een leuk weetje. Ik ben dus ook een Vierdaagse kind, hè. Ben jij een Vierdaagse kind? Ik zal niet zeggen welk jaar, 1972, ben ik geboren met een hittegolf. Ja? En mijn moeder was eigenlijk blij dat ze van me verlost was. Op 18 juli. En dat is altijd met Vierdaagse. Oh, wat goed. Wat een leuke studio, hè? Ik vergeet eigenlijk altijd om even langs te gaan. Want iedereen zwaait ook gewoon. Iedereen zwaait hier. Het is echt... dit is misschien wel de gezelligste radiostudio van Nijmegen. Nou, van Nederland, denk ik. Dat denk ik ook. Waar zit je nou op zo'n zonnig terras? Ja, dat is wel waar. Dat is wel waar. En we zitten dus vlakbij het Hertogplein. Ja, en daar gebeurt het allemaal. Want wat gaat daar eigenlijk gebeuren? Nou, er gaat van alles gebeuren. Er gaat zoveel gebeuren. Dat ik het even heb opgenotuleerd. Ik heb mijn huiswerk goed gedaan. Nee, maar wat gaat er gebeuren? Ik sta er natuurlijk de hele week. De hele week? Ja, met uitzondering van de eerste en de laatste avond. Mm-hmm. Dat was even contractueel gezien lastig met een andere iets ergens in Nederland. Maar op de woensdag sta ik overdag en ook 's avonds natuurlijk. Vorig jaar nog een show gedaan met Johnny's. Uh-huh. Dus dat was heel leuk. Okay. Ik had eigenlijk mijn nieuwe single aan jou willen vandaag laten horen, maar dat is er nog niet van gekomen. Want die is nog niet af? Of hoe? Nou, creatief proces, hè. Oh. Dat duurt altijd even. De tekst is al klaar. Mijn tekstschrijver zit toevallig daar op het terras. Ja, is dat toevallig? Guus Peters, die zit daar op het terras. Ja. En waarschijnlijk komt is hij daarom nog niet af. Nee, precies. Dat is een goeie. Ja, ik zou dat even overleggen als je zo meteen... Guus! Ik vraag het. Guus moet naar huis. Ja, dat zou even teksten schrijven. Ja, lijkt me verstandig. En natuurlijk wordt tekstschrijver Guus Peters meteen van het terras afgetrokken om uitleg te geven over de nieuwe muziek van Benny. Benny, ja. Jij trekt zomaar even jouw songwriter. Ja, mijn singer-songwriter, Guus. Guus Peters. Zingen, dames en heren. Ik zal hem even introduceren. Dit is de man, als je het over feesthits hebt in Nederland... heeft deze man al 25 jaar een nummer 1 hits qua feestrepertoire op zijn naam staan. Guus Peters, ook wel bekend als... mag ik het erbij zeggen? Ja. Constantijn Ruisdaal, dames en heren. Wat vind je erbij? Oh, dan heb ik voor jou misschien ook wel een applausje. Moet ik even een applausje zoeken dan? Ja, even. Wacht even. Ja, dan hebben we hem. Hier. Ik heb confetti, wacht. Nee. hij heeft dus voor mij een lied geschreven. Ja. En dat is een heel creatief proces. Hij dacht eerst, het komt niet meer. Mm-hmm. Maar Henry heeft de start gemaakt sinds gisteren. Ja, ik ben helemaal niet. Ik heb binnen 2 weken die tekst geschreven. En daarna hoorde 2 maanden niks. Dus goed. Twee weken de tekst geschreven, hè? Dus dat hoor je. Dus die hebben een uurtje. En kun jij een klein tipje van de sluier al oplichten? Ja, ik heb de tekst zelfs bij me. Dus, ik ken even een klein stukje zien. Een scoop, dames en heren. Ja, een klein dingetje dan. Nou, ik weet niet of ik hem echt kan zingen, maar... Ja, maar oplezen mag ook. In dichtvorm. Nee, de titel is Leven, zo wil ik leven. En jij gaat hem opdragen? Nee, ik ga hem ook nog niet zingen, hoor. Oh. Ik zou... De tekst... Van Guus Peters. Maar ik zou niet, een tekst moet je niet opdragen. Dat, nee. Ik bedoel, we zijn geen dichters. Leven. Zo precies. Wil ik leven. Heb je niet Candlelight of zo op de achtergrond? Ja, dat is dit. Ooit mijn jaarwoord gegeven. Van dat moment heb ik nu spijt. Altijd maar thuis. Zo wil ik niet leven. Ik raak zo al mijn vrienden kwijt. Vanavond ga ik lekker naar het café. Terug. Naar die goede oude tijd. Leven, hoe wil ik leven? Voor nu en altijd. Nou, niet verkeerd, toch? Nee, zeker niet. Prachtig. Ja, en er zitten dan nog 35 coupletten achteraan. Ja, dan, precies. Daar heb ik 2 weken over gedaan om hem te schrijven. Hè? Ja, nee, dat kan. Dus moet die pianist niet wat drinken die hier zit te spelen? Nee. Die is heel goedkoop. Okay. Dus die geeft van tevoren een fles met drank en dat gaat goed. Je hebt zeker geen tonic, hè? Nee, heb ik niet. Nee, maar ik heb ook een grote wens. Heb ik nog.
Wil je dat nu met ons delen dan? Ja, dat zou wel leuk zijn. Vertel eens. Nou, ik zou heel graag een keer op zo'n mega piratenfestijn willen optreden. Gewoon met mijn eigen liedje. Dat zou wel gaaf zijn. Zo, dat is... heb ik het nou gezegd? Hè? Ja, is dat voor het eerst dat je dat uitspreekt? Ja, is dit, dat is dit voor een het momentje? Eerst. Nou, en daarom dacht ik van ja, dan moet ik wel muziek maken die gewoon het hele jaar door in feestcafés te horen is. Vandaar dat we dus nu met feestrepertoire, dus eigenlijk met Benny Solo 2.0 repertoire bezig zijn. Maar dat is dus eigenlijk, dat is nu aan het gebeuren. Ja, dat is nu aan het gebeuren. En met dat repertoire ga jij zo meteen ook op het Hertogplein ja, staan? Ja, op het Hertogplein, ja. We hebben Dries Roelvink weer. Echt waar? Ja, roze hoen, zo komt Dries Roelvink weer. Als ik hem aankondig, ja. Dus altijd dan krijg ik altijd een beetje kippenvel. Dan krijg ik het roze kippenvel trouwens. Hoe vind je van mijn kleurschakering van dit pak? Ja, ik vind het prachtig. Nee, maar kijk even, wat voor kleur is het? Het is oranje-groen. En dat is volgens mij de kleuren van de Vierdaagse. Ja. Hopsakee. Oh, ik was helemaal trouwens... Ik slikte er in. Zag je de vlaggetjes uit te delen? Die hoorden er ook bij. Ik vind het helemaal de cameraman, de geluidsman, ook een vlaggetje. Tuurlijk. Hier, dat kun je toch mee. Hey Benny, heb jij nog tijd voor een serieuze vraag? Oh, je gaat serieus. Ja, ik ga even één serieuze vraag stellen. Okay. Jij schiet nou weer voor de tweede keer met confetti. Ja. Hoeveel kilo confetti gaat er doorheen tijdens een Vierdaagse? Behoorlijk. Behoorlijk wel. Ik tel de kilo's niet, maar ik heb net... kan je foto laten zien? Ik had op Instagram stories van de week... Ja? Heb ik een pallet binnengekregen. En daar staan een soort 20 dozen op. En dat jij bestelt confetti per pallet? Ja, per pallet. Dus, en er zitten 20 pijpen in een doos. Ja. En de pijpen zijn ongeveer 80 centimeter lang. Zo. Misschien moeten wij het even uitreden. Dan draai ik ondertussen even een plaatje. Oh, dat is leuk. En daarna zing jij nog je eigen... Luistert er nog iemand überhaupt naar? Ik heb geen idee. Het gelul allemaal. Dat zien we dan straks radio. Wel, toch? Het is ook radio. Moeten we ook muziek draaien? Zal ik dat doen dan? Wat ga je draaien? Ik draai... Ik moest bij jou denken aan de plaat Sex. Ik weet niet precies waarom. Oké. Vind je dat goed? Ja, dat zei mijn vrouw vannacht ook. Ja, dat dacht ik al. Het is de 103e Vierdaagse en daarom de Vierdaagse in 103 seconden. Klaar? Ja. Go. Wat goed is om te weten, ik heb zometeen de tip om de hele Vierdaagse of de hele feesten zonder een centje pijn door te komen. Daar gaan we. Begin bij begin. De Vierdaagse bestaat dus uit de Vierdaagse Mars en de feesten. De stad ziet groen van de soldaten en die slapen allemaal op Heumsoord. Gereedschap is belangrijk, goede schoenen dus. En wat ook belangrijk is, goed eten. Nitraatrijk, zeker als je loopt. En als je loopt, dan start je op de wedren. Daar kun je voor koffie terecht bij de mensen van Alberon. En ik ben er trouwens ook om je uit te zwaaien. Sta je dan aan de kant, juich dan net ietsje harder voor mensen die met een speciale reden lopen. Bijvoorbeeld voor het goede doel of ter nagedachtenis aan iemand. Over juichen gesproken, woensdag is de dag van wiegen. En je mag dan de Magic Mile eigenlijk niet missen. En het is dan ook roze woensdag en dan kun je natuurlijk niet om de TomTom heen. Trek je roze shirt aan en gaan. Of je jurk natuurlijk. Vervoer? Kom met de trein. Je komt met de auto de stad helemaal niet in. En met de trein kom je ook dronken nog veilig thuis. En als je moet plassen, zoek dan even een toilet voordat je een hele natte broek hebt. En daarnaast hou je ze trouwens sowieso overal in de gaten. Oh ja, en je krijgt dus zometeen die tip nog van mij, hè, om die Vierdaagse ongeschonden door te komen. Dat biertje dat kun je natuurlijk halen waar je wil, maar bar 2 is ontstaan uit de Vierdaagse en je weet daar in ieder geval wel waar het bier vandaan komt. En hoe zat het ook weer met die tattoo? Nou goed, loop je verder de stad in, dan zie je vanzelf het Reuzenrad, want dat staat hoger dan ooit. En nog verder kom je bij Smaakmaart Labyrinth en het pontje naar het festival op het eiland. Oh, en vergeet op het Hertogplein Benny Solo vooral niet te bedanken voor de confetti. De DAR die maakt dan de stad weer schoon, zodat jij de dag erna weer fris kunt beginnen. Oh, en dan nog even die tip als je dus echt de Vierdaagse ongeschonden... Jongens, serieus, is de tijd om? Dit was het tweede seizoen van De Aanloop, waarin we hebben gekeken hoe Nijmegen en omgeving zich voorbereidt op de Vierdaagse. Ja, ik vond jou eigenlijk wel de leukste. Jij gaat hem ook jij gaat hem nog even muzikaal afsluiten, ja, natuurlijk. Ik ga nog even. Wij lopen de Vierdaagse zingen. Dat vind ik leuk. En dan wil ik jou bedanken voor het kijken. En wie weet zie ik je dan om 4 uur 's morgens tijdens de Vierdaagse op de wedren. Zo! Nou, we zijn er seizoen 1 met vuurwerk uitgegaan. Dat gaat seizoen 2 ook weer lukken. Serieus met lopen, jongens. Stel hem op, hè. Dames ook vooral. Dames ook. Tot onze woensdag. Een beetje erbij lopen, hè? Misschien dat jullie een beetje kunnen... Oh, met die kutconfetti hier. Wij lopen de Vierdaagse, zing mee met ons refrein. Nou, die koffie hoef ik niet meer nou, hoor. Bergen en dalen krijgen ons niet klein. Wij lopen de Vierdaagse, verpijten kramp en pijn.
Met een biertje, zweet en blaren. Zij aan zij. Wij gaan van start met frisse moed. Opvallend ros en blij. Al dansend in een lange stoet op bruggen, straat en dijk. De benen zuur, de avond zoet, masseur en kastelein. Wij lopen samen de vier dagen van start tot finishlijn. Daan, zing even mee. Wij lopen de Vierdaagse, zing mee met ons refrein. Bergen en dalen krijgen ons niet klein. Ik heb nog een petje voor je, Daan. Leuk. Wij lopen de Vierdaagse, verbijten kramp en pijn. Kijk. Met een biertje, zweet en blaren, zij zij. Wij zetten samen voet voor voet door heuvels, bos en hei. De eindstreep komt ons tegemoet, ons kruisje dichterbij. Het land is groen, de sfeer is goed, oranje zonneschijn. En gladiola zal ons dragen naar het keizer Karelpijn. Karaoke, hè, Daan? Wij lopen de Vierdaagse, zing mee met ons refrein. Hey, fantastisch. Bergen en dalen krijgen ons niet klein. Nou, kunnen we inpakken, Daan? Wij lopen de Vierdaagse, verbijten kramp en pijn. Met een biertje, zweet en blaren, zij aan zij. En we gaan een beetje zakken. Wij lopen de Vierdaagse, zing mee met ons refrein. Ja, wie het wil er even mee, de Vierdaagse, kom maar mensen. Lekker, gezellig, ja, hoppakee. Krijgen ons niet klein. Staan we aan de start hier. Ja. Wij lopen de Vierdaagse, verbijten kramp en pijn. Met een biertje, zweet en blaren. Nog 12 minuten. Zij aan zij. We ronden het af. Met een biertje, zweet en blaren. Zij aan zij. Jongens, serieus. En die tip dan? Nou ja, dan komt die volgend seizoen wel. Ga ik ook naar huis. Dat is wel een biertje.